krijg je die zover dat ze zo praten dat kinderen het behoorlijk snappen? Ja. Ik vind vaak dat mensen zich zo vreselijk aanstellen. Als ik dus bijvoorbeeld naar de televisie kijk, gewoon naar rubrieken en zo, dan denk ik, nou, doe toch even gewoon of zo. Of daar snap ik dus niks van. En dat doe ik dan ook echt niet. Dus als ik bij iemand kom, dan denk ik, nou, niet alleen bij politici, maar bij iedereen, dan heb ik iets van, ja, moeten we nou eens goed luisteren. Wat zegt u daar? En kunt u dat niet op een andere manier vertellen? En zo snapt er niemand iets van. Of ik ga weg. Zo kan het niet. U mag niet meer. Nou, en dan beginnen ze een beetje te lachen. Ja. En dan, ja. En ik ga heel erg aan ze trekken en duwen. En zeggen, ja, dat dus. Ik weet het eigenlijk niet. En als ze die taal spreekt, want heb je de meeste moeite met politici? Ja, en met doorgeleerde heren die iets bestudeerd hebben. Maar dat is ook logisch, want die mensen die hebben dus jaren aan iets onderzocht en allemaal ingewikkeld. En dan kom ik als een centurion tank en vraag of ze in 2 minuten het even waar ze jaren over gedaan hebben willen uitleggen. Ja. Dat is dus heel moeilijk. Want ik merk het zelf wel, en ook bijvoorbeeld bij politici natuurlijk. Die mensen, dat is een soort code, die mensen die praten met elkaar, dat hebben ze afgesproken. En dat is ook hun bescherming. Nou, en die bescherming die trek ik er dan af. En dat is heel vervelend. Want dan komt hun ware gezicht, denk ik dan. En dan, wat krijgen wij dan? Ja. Ja, hè? Wat krijgen we dan te horen? Ik bedoel, als Lubbers of Den Uyl normaal gaan praten? Nou, dat ze zich wel eens verspreken. Dat het niet de bedoeling is om iets te zeggen. En dan doen ze het toch. Bijvoorbeeld, ja... voorlichters vinden het dus buitengewoon vervelend als ik kom. Denk ik. Nou, omdat ik dan bijvoorbeeld tegen... nou, de laatste keer, dat was met die kruisraket debat bijvoorbeeld. Nou, dan iedereen wist al dat die dingen er kwamen. Het was allemaal afgesproken, vreselijke toestand. Gaan ze in die kamer er nog 2 dagen over zitten te praten? Ja. Dat is dus eigenlijk onzin. Want iedereen weet al hoe de stemming ligt. Nou, heel interessant praten. Dus de eerste dag Lubbers, die legde dat inderdaad heel aardig uit. Dat de democratie, dus dat wij met z'n allen dat hebben afgesproken dat ze moeten. Nou, de tweede dag, journaal, objectiviteit. Uil. Komt een uil en die vertelt echt iets. Nou ja, waarvan die denkt, nee, dat snapt dus echt niemand. En zo'n mistig verhaal. En hij zei, nou, knip je maar in. En toen liep hij weg. Toen zei ik, ja, dat kan dus niet hoor, meneer Den Uyl. Gisteren heb ik met uw collega Lubbers veel betere zaken gedaan. En u moet het overdoen. En dan krijgt hij iets lachers. En toen sloeg hij een beetje door. Toen roept hij, ja, kijk, het is gewoon een soort voetbalwedstrijd, moet je je voorstellen. Hè? Het is nu rust. We staan achter met 2-1, maar wij winnen met 5-2. Nou, dan zie je dus zo'n voorlichter. Ja, het is toch wel een beetje te ver gaan. Maar ja, dat is dus leuk, vind ik. Daar heb ik dus heel veel lol om. Ja, ik kan me voorstellen. Kom jij dan ook van die, vakbondsmensen tegen, die dan ook voor kinderen beginnen over inkomensplaatjes en... nou, noem al die vreselijke woorden maar op. Nou, dan laat ik ze dus eerst hun hele verhaal vertellen. Ja. En dan zeg ik, ja, dat inkomensplaatjes. Kijk, je kan natuurlijk niet... Ik heb niet een woordenboek in mijn hoofd zitten, hè, dat je dus meteen een synoniem hebt. Maar je kan natuurlijk wel zeggen, inkomensplaatjes. Omschrijft u dat? U bedoelt wat de mensen gaan verdienen, hoeveel ze over hebben. Ja, zegt die man, inderdaad. Ja, dat bedoel ik. Zeg, nou, zeg dat dan. Ja, en dat doet hij dan. Ja. Of gaan... ik zou me ook kunnen voorstellen dat er mensen zijn die meteen op hun hurken gaan, hè? Voor de kindertjes. Dat gebeurt dus heel vaak. Dan denken ze het is voor de kindertjes, dus dan moeten we sprookjes vertellen. Nou, kinderen, die zijn gewoon, die leven korter, dus die hebben alleen veel minder voorinformatie. He, ze weten een heleboel dingen niet, maar dat wil niet zeggen dat ze dus echt als een soort krankzinnige behandeld moeten worden. En dat gebeurt wel vaak. Daar word ik ontzettend kwaad van. Want dan voel ik me persoonlijk ontzettend doorgepakt, jeugdjournaaltje. En dat had ik bijvoorbeeld bij de krakers. In Amsterdam had ik eerst de krakers. Van waarom breken jullie die halve stad af als jullie dat... Maar dan moet je dus daartegenover iemand hebben van het gemeentebestuur. En toen had ik Wolfensperger. En
Die, dat was zo, die was eerst voor 5:30 en er was een soort kruisverbinding in het gemeentehuis, stadhuis in Amsterdam. Ja. En dat was een verbinding met Amsterdam, of met Hilversum, met Maartje van Wegen voor 5:30. Nou, die man die hield dus echt een verhaal, die ging echt keurig zitten van ja, wooncoöperaties. Nou, ik snapte er echt niets van. En toen was het afgelopen en toen zei ik, nou meneer Wolfsbergen, dat kan zo niet. Dat snapt niemand. Echt niet. Ja. En toen riep hij, oh ja, ik snap het, al voor het jeugdjournaal. Dus ik mag niet zeggen, ik moet het nu hebben over de huisbazen. Hè? Over de baasjes van de huizen. Nou, dan denk ik, nou ja man. En dan word ik dus echt heel kwaad. Word jij ook zo behandeld als je daar komt? Word je voor vol aangezien? Door wie bedoel je? Nou, door de mensen die je moet gaan interviewen? Ja, dat valt wel mee. Huh? Maar het is meer met collega's. Nou, ik wil niet zeggen alle collega's, maar kijk, ik heb wel. Als je ergens komt en er zijn een heleboel collega's, dus het is heel interessant, weet je wel. Persconferentie mag ik ook nog even wat vragen voor jeugdjournaal. Dan heb je sommige collega's en die zijn. Ja, het zal maar zeggen, die hebben dan over het meisje van het jeugdjournaal. Ik ben dus 39, het meisje van het jeugdjournaal. Ja. En die denken ook van, dat hebben mijn collega's ook heel vaak. Hè, die aan het bureau, die maken hele ingewikkelde onderwerpen. Het is heel erg moeilijk om, zeg maar, hele ingewikkelde onderwerpen eenvoudig uit te leggen. Dat wil niet zeggen dat je er zelf minder van moet weten. Nee, dat betekent juist dat je er veel meer van moet weten. Dus een collega van mij die had een keer een heel moeilijk onderwerp over prijsindexcijfer bijvoorbeeld. En dan belt hij op naar het ministerie en die gaat daar dan, die gaat die man echt van financiën en maar dit en zo. Toen riep hij, iemand heeft mij nog nooit zoveel gevraagd. U vraagt veel te ver door, dat weet ik allemaal niet. Toen zei hij, gaat u dat allemaal aan de kinderen vertellen? Toen zei hij, ja, nee dat ga ik niet aan de kinderen vertellen, maar om het te kunnen begrijpen en om het goed uit te leggen, moet ik dat heel goed weten. En dat geldt voor elk onderwerp wat ik ook maak. Ik moet er heel veel. Wil ik iemand kunnen onderbreken, dan moet ik natuurlijk heel goed weten waar het over gaat. En dat wordt, vind ik, behoorlijk onderschat. Niet door alle collega's hoor. Zeker niet binnen het journaal, want zonder het onze hulp van onze grote. Maak je wel eens nieuws? Nou, we zijn er. We zijn een. Ja, dat gebeurt wel. We zijn niet op uit. Nou ja, nou, het is natuurlijk niet. Je bent er niet op uit, maar het gebeurt wel. Ja. En ik denk dat het komt door dat. Weet je wel, wat ik doe. Hmm. Nou, bij. Ja, dat vind ik een heel goed voorbeeld. Wallerstein.